En vanaf dat moment gaat er voor de meeste zoekers gewoon een wereld open. Alles. Alles is er. Quest, Fisher, Seascope, Garrett, Nocta, Minelab, kindermetaaldetectors, XP. Noem het maar op, het is er. Jullie geloven het misschien niet, maar dit is de eerste keer dat ik bij IDC ben. IDC staat voor International Detector Center. En ik kijk werkelijk mijn ogen uit. Ik word er zelfs een beetje gretig van. Ik probeer alles wil ik hebben. Het is gelukkig niet alleen maar metaaldetectors. Ze hebben ook wat motivatiemateriaal hier geplaatst. Kasten met prachtige vondsten die jou de motivatie zouden kunnen geven om dat zelf ook te gaan zoeken. Uiteindelijk ga ik natuurlijk niet 320 kilometer rijden om naar een zaak te gaan en niks mee te nemen. Dus ik heb vandaag iets leuks. En je ziet het wel, dit is de allernieuwste Nocta Macro. En dat is de mini-hoort. En de mini-hoort is echt een kindermetaaldetector. En die neem ik vandaag mee. En ik ga kijken hoe die werkt, wat die doet, wat het is, hoe het voelt en wat die niet doet. Ja, het zal nog een heel klein beetje duren voordat hij echt uitkomt, maar het is wel een van de nieuwste kindermetaaldetectors. En dan bedoel ik ook echt kindermetaaldetectors. Dus als je, ja, ik denk vanaf een jaar of 5 tot een jaar of 7, 8, kun je hier heel leuk mee lopen. We gaan hem proberen, deze groene hulk. De mini-hoort. Nocta Macro mini-hoort. Ja, het oogt natuurlijk wel heel klein. Zeker zo is het helemaal een kabouter dingetje. Je drukt hem aan. En het kind kan de was doen. Dit duimpje laat zien dat je batterij goed is. En dit poppetje laat zien hoe diep je moet graven. Dichterbij zijn 2 hoopjes. Nog dichterbij is 1 hoopje. Zegt het duimpje, niet graven. Duimpje omlaag is niet graven. Vind je dat nou nog te moeilijk? Druk je deze 1 keer in, heb je alleen een duimpje omhoog nog maar over. 2 eurootjes. Kind kan de was doen. Alsjeblieft, ga maar zoeken. Hey! 2 euro. 2 euro! Ben je te dichtbij? Beurt is afval. Ja, dan heb je een overload. Kan hij helemaal onder water? Ja. Ook drijven? Nou, leg hem er maar eens in. Maar er gaat kan het schuim ook onder water? Helemaal waterdicht. Weet je het zeker? Thank you.
Nou, niet heel veel gevonden, maar wel een leuk idee gekregen over de Hoardfinder. Door de kleine vondsten die we gedaan hebben. En de ontdekking gedaan dat hij het ijzer en het niet-ijzer best wel heel goed uit elkaar kan. En dat vind ik voor een kindermetaaldetector best wel uniek. Dus ja, to be continued. Maar voor deze keer eigenlijk best wel tevreden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.